Heel leuk dat je kijkt weer naar de nieuwe aflevering van Find a Creator. En dit keer ben je beland in deel 2 van de serie Te Sopropos. Die wordt verbouwd op Nederlandse bodem. Ik ben in de kassen van Rond van Zwet in Almere. Ik ben namelijk hier in Almere buiten. En ik sta in de kassen van Rond van Zwet. We kennen hem allemaal wel van dit filmpje. Ron van Zwet, Ron van onze volkstuin uit Almere, goedemorgen. Goedemorgen, leuk dat je bent. Ja, ik zeg het al, 5000 vierkante meter van deze mooie plantjes. Ja. Waarom? Nou, dat is eigenlijk gekomen omdat ik met onze volkstuin veel Surinaamse klanten heb. En die kweken dit ook al. En het is eigenlijk wel een product wat een nieuw product aan het worden is. En wij vinden dat ook de Hollandse mensen ze moeten gaan eten. En zijn het avontuur aangegaan om sopropos te gaan kweken. En in dit filmpje gaan we praten met Oom Guno. Oom Guno verbouwt al heel wat jaren in zijn eigen volkstuintje exotische groenten zoals de sopropos. Ik zou zeggen, ga naar mijn pagina om deel 1 als eerste bekijken, mocht je dat hebben gemist. En abonneer op mijn kanaal, want dan kan je de hele serie volgen over de sopropos op Nederlandse bodem. Maar laten we nu kijken naar deel 2. Even kijken, hier is de aubergine. Oké. Kijk hoe mooi die aubergine daar groeit, mensen. Ik ga er heel even op inzoomen. Zonder. Kijk. Look in. Kijk hoe die groeit. Kijk, hier heb je de snoepkomkommer. Een snoepkomkommer, oké. Mooi. Ja, dus dan zie je. Kijk, ik heb nu weer amsoi geplant. Want dat is mijn groente, dat vind ik heerlijk. Heerlijk. Oh, Couchette. Wat? Couchette. Oh ja, ja. Dat bloemetje herken ik inderdaad als van de couchette. Dat ik je blij maak. Kijk, hier heb ik een bloemkool. Een bloemkool, kijk hoe mooi. Kijk, het bloemkool groeit altijd zo deftig eigenlijk, hè? Waar is hij? Ik zie hem niet op mijn beeld nog. En ik wil niet op je plantjes komen stappen. Ja? Waar is uw hand? Ja, daar is de bloemkool. Ja. Prachtig. Hier, kijk, dit is een witte kool. Mooi. Nou, zo zie je dat je eigenlijk kun je. Je hoeft niet eens naar Suriname te gaan of in Suriname te zijn om ook de Surinaamse groenten te verbouwen. Ja. Weet je? En één ding wat ik ook wil rechttrekken. Er gaat een filmpje firewall van de eigenaar van de kas. Ja, dat hij zoveel sopropos steelt en blablabla. En wat hoor je van heel veel Surinaamse mensen? Dat die man steelt en blablabla. Terwijl ik zou zeggen van Surinaamse groenten. Ja, wij noemen het Surinaamse groenten. Maar het is overal vandaan gekomen. Hè, is het naar Suriname toe gegaan. Okay, ja. En in wezen, omdat wij wereldburgers zijn, kunnen we niet meer praten over Surinaamse groentes. Ja, maar je ziet het. Niet. Je ziet het, ik plant het hier ook. Ja. Weet je? Ik plant het en ik moet je eerlijk zeggen, ik ben al zeker, pak een beetje een jaar nooit meer naar de toko geweest. Hier plant ik alles van peper, je ziet het hier? Ken die pepers? Ja. Dat is de ajuma. En overal de andere pepers, dat zijn Madame Jeanette, ik heb rode ajuma, ik heb gele ajuma, dus wat dat betreft. Ik waan me toch in een stukje Suriname. Nou ja. En in die zin van, ik heb mijn terras, maar daar, kijk maar, mijn hangmat hangt er ook. Ze hangt er vol. Ja. Dus dat hangt er ook. Dus in wezen, ja weet je, wat ik wel zou willen eigenlijk, dus dat heel veel Surinaamse mensen, de man kon kiezen lobby voor planten, want wij hoeven niet naar de toko. Ja. Weet je, het wrangen hier is, wij moeten het betalen. Terwijl het in Suriname gratis is. En we doen er eigenlijk niks mee. Ja. Maar hier moet ik het betalen. Ja. Ik moet eigenlijk mijn taimiberen à la moon. Ja. Want ik heb 4 stukken. Ja. Snap je? Ja. En het kost me ontzettend veel geld. Ja, klopt. Maar aan de andere kant, ik hoef niet naar de toko. Mijn familie hoeft niet naar de toko. Dus ik plant voor mijn familie. Ja. En hier zie je, ik heb hier gezaaid. Ook zaaien ze. Mooie stekjes. Dus hier heb ik, kousenband. Hier heb ik peper. Hier heb ik antroua. En daar ergens heb ik boulanger. Snap je? Oh, hier heb ik boulanger. Kijk maar. Dus over een paar weken, dan zijn al de
spitskolen zijn weg. En dan gaan de andere dingen zien. De andere groentesoorten. En hier heb ik ook een sopropore. Ja. Kijk, dat wordt zo ondersteund. Ja. Dus dan kun je hem leiden, hè? Ja, dan wordt hij geleid en dan gaat hij lekker omhoog en alle kanten op. Ja. Prachtig, en tussendoor, prachtig. Wat doe ik? Ik benut mijn ruimte 100%. Ja. En daar heb ik tussendoor taaierblad. Okay, dus eigenlijk moet je hem 100% benutten, want anders is het een hoop geld. Maar aan de andere kant, ja, wat is hoop geld? Ja. Als je dat afzet tegen wat ik oogst, nou, dan is het niet veel geld. En dat moeten onze Surinamers, weet je, ons bewust zijn dat we kunnen het. Weet je? Ja. Nee, kijk, vertreffelijk. Die kast is 16.000 vierkante meter. Dat heb ik begrepen, inderdaad, 16.000 vierkante meter. Met 500 man. Zo. Ja, alles is vol, hè? Oké. Heeft ook te maken met de corona, want iedereen is zich nu bewust. En helemaal wat ik begreep, omdat er heel weinig Surinaamse groenten dan richting Nederland komt. Nou ja, ik hoop dat ze. Dat de mensen ons kunnen vinden. In die zin van, ja, kijk, wij zijn niet, tenminste. Verhandelen niet, die man wel. Ja. Die man heeft een kast van 5000 vierkante meter. Ja. Hè? Heeft hij ontdekt. Ja. Verkoopt die Surinaamse groenten. Maar ik moet je eerlijk zeggen, uit de grond van mijn hart, ik gun het hem van harte. Ja. Want wat wij niet doen, die man heeft een handelsgeest. Mm-hmm. En als wij dat konden, één vuist maken met elkaar, dan hadden we dat ook. Ja. Je hebt gelijk. En daarom hoop ik echt, als ze dat filmpje zien, dat ze het zeg maar een positieve draai aangeven. Ja. Kijk, en daarom ben ik hier. Ja. En vind ik het fijn om met u te spreken daarover. Ja. Want met die reden ben ik helemaal uit Amsterdam hier naartoe gekomen. Ja. Om uit te zoeken van, wat gebeurt er eigenlijk hier? Want we zien een ondernemer. Maar wat is het plan? En wat is hij van plan met die sopropor, die we heel goed kennen? Ja. En hoe wil hij dat in Vredenham gaan bouwen? Maar mijn mond valt hier wagenwijd open. En wat heeft die man gedaan? Die man. Want hij heeft zijn toko vorig jaar geopend. Want hij ziet de Surinaamse groente floreert. De Surinaamse groente heeft aandacht. En wat ik zo fijn vind van die man, wat wij honderden jaren niet gedaan hebben. Die man heeft geïnvesteerd om dus eigen Surinaamse groente op de kaart te zetten. Hij heeft mensen van de HBO, hij heeft het wetenschappelijk laten onderzoeken. Dat het is apropos goed is tegen diabetes. Oh, wow. En andere dingen. Hij maakt zelf iced tea van. Wat wij al de jaren nooit gedaan hebben. Ja. Totaal niet. Ja. En wat krijgen we nu? Ja, die man steelt en die man heeft niks gestolen. Mm. Die man heeft het wat wij jaren niet gedaan hebben. Zet hij op de kaart. Hij zet het op de kaart. Ja, voortreffelijk. Nee, ik ben echt super blij mee. Ik heb straks een interview met Ron. Oké. Okay. En dan ga ik hem zelf spreken. Ik wil je in ieder geval bedanken, Guno. Graag gedaan. Graag gedaan. Voor het interview en veel succes en heel wat jaren nog plezier van je tuin. Ik hoop dat heel veel Surinaamse mensen echt wat dat betreft. Ik zou zeggen, jullie hoeven mij niet te steunen, maar join misschien die man. Want dan kan hij, zeg maar, misschien meer kassen in zijn bezit krijgen. Of wij, maar dat hoeft niet per se rond te zijn. Wij kunnen ook een vuist maken, wij Surinaamse mensen, om te zeggen van luister, heel veel kassen staan leeg in Almere. Als wij een geen krabbelmentaliteit hebben en een vuist kunnen maken, jongen, dan hebben wij dit ook. Dan wil ik niet zeggen dat we geen groente kunnen hoeven te importeren, maar we kunnen het hier zelf. En wellicht gaat de prijs omlaag. Daar gaan we het voor doen. Dankjewel. Odi. Dankjewel om Guno dat we hebben mee kunnen kijken in je tuintje. Het staat er echt voortreffelijk bij. Hij heeft al het een en ander verteld over Ron van Zwet. Let op, ik heb een interview, een diepte-interview met Ron zelf. Dat komt in een latere deel terug. En dan gaan we helemaal erin duiken waarom deze ondernemer, oorspronkelijk rozenkweker, nou sopropor en andere exotische groenten is gaan verbouwen. Waarom? Nou, Amonisani of waarom? En dat interview is echt super interessant. Guno, dankjewel. We gaan in het volgende deel kijken naar mevrouw Dors. En jullie zullen zeker benieuwd zijn hoe het tuintje van mevrouw Dors erbij staat. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. En deel zoveel mogelijk dit bericht met de mensen die houden van onze heerlijke Surinaamse exotische groentes. Odi, ik ben Finder Creator. Zie je bij de volgende videoboodschap. Bye bye!